Nou, ik wil jullie even meenemen naar de supermarkt. Dit is de straat van de supermarkt. Dit is onze auto die we mogen gebruiken. Dit zijn de parkeerplekken voor de supermarkt. En dit is de supermarkt. Beetje rustig. Hè? Ik vind het niet te geloven, joh. Nee. Nee, dit was het. Hey, yo, beste mensen. Leuk dat jullie weer kijken natuurlijk naar deze nieuwe video. Ik ben Jurien. En we staan in Zweden. Ik zeg we, want je kan het misschien wel zien aan mijn tas. Hij is groot. We gaan een nachtje kamperen. Dat doen we vandaag in een shelter. En ja, ik ben weer samen met mijn vriendin. Hanneke, hij staat. Ja, dat wordt natuurlijk geweldig. Ik vind het helemaal leuk. Het is een klein stukje wandelen. Prachtig gebied aan het water, in het bos. Zullen we naar de shelter toe wandelen? Gaan we doen. We gaan. Let's go. Hoeveel zin heb je erin? Heel veel. Ja? Mijn tas is ook wat kleiner, hè, dan die van jou. Ja, jij hebt het eten en ik heb de slaapmiddelen. Ja. Nou, behalve mijn kussen. Ja, dat is waar. Ik had maar één kampeerkussen. Dat is waar, ja. Dat is niet zo handig voor mij. Verder hebben we alles. Ja. Zullen we lekker wandelen en dan heel gauw de mensen de shelter laten zien? Goed. Let's go dan, schatje. Heb je nog wat muggenspul meegenomen? Muggenspul heb ik ook mee, schat. Oké. Dat hebben we hier denk ik al nodig, ja, in Zweden. Weet je wat dat is? Ja, daar gaan we echt niet op hoor. Dat noemen ze een outhouse. Een buitenwc. Ranzig. Ja, jullie kunnen vast wel bedenken, zeg maar, dat dit gewoon een groot gat is en dat je daar alles in loost. Ja. Tweede van Livie. Ja, ik was natuurlijk al een beetje voorbereid. We zijn gisteren al stiekem bezig kijken of dat hij er echt stond. We wilden natuurlijk gewoon echt een epische plek hebben. Ja, en ik dus we zijn even wezen keuren of dat we het hier wel echt wilden doen. Dat het goed genoeg voor ons was, maar vooruit. Ja, vooruit? We doen het ermee. Check dit, dames en heren. Wauw. Even dat vieze dingetje eruit halen. Ja, daar gaan we natuurlijk niet op slapen. We hebben onze eigen matjes mee. Ja. We gaan heel gauw een kampvuur maken, want het is inmiddels al een uur of zes geweest. Zoiets. 6:30, denk ik. Ja, wij zitten in Zweden, ja, dat is ook weer een heel verhaal. We zijn aan het oppassen op twee katten. En dat doen we bij Taco en Wanda, toch? Ja. Ja, helemaal leuk. Dus wij mochten daar op bezoek komen. En nu gaan we een nachtje lekker kamperen. En ik was hier dus al geweest, wat ik wilde zeggen. En toen heb ik stiekem al een extra trui en twee tassen hout meegenomen. Want we waren hier gisteren al. En ja, hier ligt wel wat hout. Maar ja, goed, we willen kamperen, barbecuen, lekker fik steken. We gaan ervoor. En ik klets weer veel te veel. Want ik ben helemaal enthousiast. Oké, hout mee. Fik stoken. En gaan met dat ding. Hartstikke idee. Ik vind het wel lekker rommel, hè? Hè? Ik vind het lekker rommel. Ja, goed hè. We zagen het ijsbeentje. Heel mooi. Zeker. Hoe zou je dat heten? Ijsduikers? Ijsduikers. Het zijn eentjes. Ja. Ijsduikers heet ze. Heel mooi. Ja, gaaf. Heel mooie. Die zagen er inderdaad heel mooi uit. Die zwommen daar verderop. Ja. Was jij een pilsje? Of iets? Om alvast een beetje in de sfeer te komen. Ik ben al wel in de sfeer, hoor. Ja, ik ben ook zo keer in de sfeer. Maar er hoort toch wel een klein biertje bij, dacht ik zo. Ja. Doen we dat? Ja, welke wil je? Die jij mee hebt genomen of drink jij eentje die ik mee heb genomen? Misschien eentje van jou. Zal ik eens even kijken wat we in de aanbieding hebben vandaag. En dat is als volgt. Special effects. Nou, dat klinkt wel heftig. Met wat voor effect dan precies? Ja, special effect, schat. Maar wat is dan het special effect? Daar moeten we op een manier achter komen natuurlijk. Ik pak er ook eentje. En voor vanavond hebben we nog een Beaver Town. Nou, dit is Beaver Town? Ja. Dat is cool.
Ik heb gisteren gedronken, die was best oké. Okay. En we hebben nog een... Is weer geen bever te flat tire. Piston head. Dacht, die past ook wel lekker bij mij. Zullen we voor het special effect gaan? Dat is een IPA, hè? Ja. Deze ook trouwens. Ja, maar het is tot 0,4 alcohol. En die? Is dat ook IPA? Ja, 0,5. Ik dacht dat je ook iets met citrus of zo had meegenomen. Ja, dat waren deze als het goed is. Wil je proeven? Ja, ik moet eerst proeven. Dit is zeker wel iets met citrus. Ja, dat dacht ik wel. Ik dacht ergens iets te zien. Ja. Die is best lekker. Cheers. We hebben wat eten vanavond, meis. Hamburger. Mais, koek, paprika, champignons. Zeker. Die gaan we lekker met Philadelphia erin doen. Vega burgertje en jij hebt een stuk vlees. Entrecôte. Doe maar een trui doen van jou of een jas. Jas erbij, die stop je gewoon in de slaapzak erbij, die donsjas. Nu? Je moet zo lang mogelijk wachten met de jas aan, hè? Ja, maar ik heb het nu al koud, dus ik moet nu wat aandoen. Want anders... Ze heeft het nu al koud, dames en heren. Ze heeft het nu al koud. Nee hoor, schatje. Maar je moet toch altijd zorgen dat je niet meer warm blijft? Ja, nee, dat is waar. Je moet zorgen dat je het niet koud krijgt, nee. Kijk, dan trek je die lekker aan. Ja. Dan moet het vast goed komen, schat. Wat ben je allemaal aan het doen, schat? Ja. Ik heb één taak. En ja. Dat is warm blijven. Ja, dat is een goed idee. Trek jij nog maar een paar lekkere sokken aan. Ja. In de tussentijd, op de paar kolen die we hebben. Hebben we een gevulde paprika, een paar gevulde champignons, een maiskolf. Zou dat hier ook thuis bezorgd hebben? Nee, ik heb alle vertrouwen in jou. Oké. Vergeef het je. Maar kijk even, dames en heren. Wat een plaatje van een omgeving. Woe! Heel mooi. Heel mooi. Nee, het is wel echt prachtig. Wauw. Wat zal ik het spelletje aan de onderkant er proberen af te halen? Wil je een muiskolfje? Mm-hmm. Nou, schat. Dit is toch even top. Ja. Ja, ben je thuis bezorgd. Niet meer zo doen tegen mij, hoor. Je moet gewoon even geduld hebben. Dat is wel een grap, ja. Tuurlijk, dat weet iedereen ook wel. Kijk eens even lekker genieten, schat. Ja, heerlijk. Ja, echt goed. Die gaan we straks nog een keer maken. Ja. Vind je hem lekker? Ja. 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 Top. Dat is lullig, dat heb ik op beeld staan. Dat je mij uitrookt. Ook. En dat er een champignon naar binnen is gevallen. Nee. Ja. Ja, sorry. Hamburgerbroodjes vergeten. Oeps. Dat kan gebeuren. Ja. Nou, we hebben in ieder geval lekkere groenten, een beetje sla erbij. Kunnen we olijfolie, peper en zout erin doen. We hebben ook nog wel sla. Uh-huh. Nou goed, we hebben dus twee hamburgers. Mooie entrecote. Twee hamburgers voor Hanneke en een entrecoteje voor mij. Ja, Vega burgers zeker, denk ik. Het gaat helemaal gaar te zijn. Het is een beste bon geworden. Even kijken hoe het bij jouw burgertjes gaat. Ja, dat komt ook helemaal goed, schat.
Zo. Ik zie gewoon dit kleine plekje, 3 muggen. Meen je? Ja. Ja. Mm. Ik ben blij. Een beetje peper en zout. En we zijn er helemaal bij. Ja, we gaan straks even stoken, schat. De muggen komen bij de zonsondergang. Want dan is het terug de lucht vochtiger. Ze kunnen niet zo goed tegen droge lucht. Dus vandaar dat je altijd bij de zonsondergang meer muggen ziet. Boom. Zo. 2 heerlijke vegaburgers en tricootje. Met uitjes en champignons. Oh, een biertje, groente, sla, burgersaus. Geen hamburgerbroodjes. Ai. Paprikaatje nog even voor de verandering. Eet smakelijk, schat. Schat, vertel jij wat we hebben gedaan? Kijk. Ja. Wat hebben we gedaan? Dat is toch ideaal? Wat voor dikkie. Neem altijd een aansteker met duct tape mee eromheen. En we hebben dus... Het is een hele goede plan, hè? Ja, want ik had nog een vuilniszak in mijn tas. En die heeft Anneke open geknipt. En we hadden een iets te klein muggennet. En nu is er een klein randje is er open. Maar ja, dan zet ik vanavond wel mijn trui of zo hangt er wel voor. Nou, is dat er nu ongeveer zeg maar 30 binnen zit al. Ja, maar die tikken wel kapot vanavond. Lekker, we hebben weer een paprikaatje erop. En dat is het laatste. Dan hebben we nog een salade en dan kunnen we een spelletje spelen. En de bed? Ja, dat is het. En het is nu hoe laat? Geen idee. Maakt ook niet uit. Maar kijk even. Het is gewoon prachtig, dames en heren. Echt. Wat een omgeving. Ja. We hebben lekker gegeten, hè? Ja. Topper. Het is 11:15 op het moment. Bij het kamp is het al redelijk donker. En ja, het is prachtig. Echt. Heel stil. We horen een paar uilen horen verderop. We hebben nog een paar... van die vogels gehoord, die hoorden we roepen. Hoe heet? Kraanvogels, zegt Hanneke. Ik moest echt nadenken van, hoe heet die dingen nou ook alweer? Kraanvogels, inderdaad. Goed, we hebben een lekker theetje op het vuurtje staan. En ja, de uitvinding die werkt. So far, so good. Om de muggen buiten te houden. Maar ja, dat is wel een tip als je deze kant op komt en je gaat in een shelter slapen. Neem een muggennet mee, die groot genoeg is. Ja, verder... Is dit een kamp? Ik heb geen idee wat jullie zien, want ik kijk tegen de achterkant van het scherm aan. Schat. Vind je het nog leuk? Ja. Ja, ik zie een dikke duim. Heel fijn, samen. Wat wil je nou nog meer? Nou, niks. Nee. Nee. Ja, theetje en dan straks lekker liggen misschien. Ja. Heb je de maan al gefilmd? De maan gefilmd. Kun je het vast niet zien op het beeld. Niet echt, hij zoomt daar, stelt daar niet echt scherp op. Ah, daar is de maan. Dat is wel top inderdaad. Caught behind the Venetian blinds. Out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for sunset, digging deep since 99. Ah, lekker! Eens even kijken, we hebben het land hier aan zo. Even zien, wat is wijsheid? Volgens mij wil Hanneke met haar hoofd daar zo. Ja, dat is wat chill. Kussentje voor mevrouw. Dat we het wel een beetje comfortabel maken, dat kunnen we volgende keer weer samen. Hartstikke leuk. Ik vind het leuk en tof dat ze meegaat. Het is nou, we gaan plassen, dus dan kunnen we dat soort dingen zeggen natuurlijk. Dus ik zou zeggen, laat even een reactie achter. Dikke respect voor Hanneke, toch? En een blauw duimpje? Ja, dat mag wel. Dat kunnen we jullie op zijn minst wel even doen natuurlijk. Zo.
Hey schat. Hey. Kom erin. Zo, klokken uit straks. Hey. Heb je het lekker warm al? Ja. Ja? Mm-hmm. Echt? Ja, mijn voeten nog niet helemaal. Je hebt zo'n voetzak, je kan die voet ergens in doen. Ja, zitten ze al. Oké, top. En als je het echt koud bij je voeten krijgt, dan stop je die donsjas bij je voeten. Mm-hmm. En dan ben je echt helemaal de koningin, echt waar. Ja. Maar dit is toch geweldig, schat, hè? Dat we hier zo samen leven gewoon. Mm-hmm. En dan zou ik zeggen, tot morgen en slaap lekker. Wat is het, schatje? Wat is het? Fijn hoor, met jou hier te zijn. Mm-hmm. Echt helemaal top. Fijn dan alleen hoor. Ja, het heeft allebei wat. Mm. Met jou vind ik het gewoon geweldig. Dat jij dat ook erg leuk vindt. Mm-hmm. Ja, dat is toch bijzonder eigenlijk. Ja, dat is leuk. Dat vind ik erg leuk. Trots op jou. Ik zie allemaal muggen. Ja, dat kan. We gaan gauw het lampje uit doen. Laten we nog even genieten van het uitzicht. Goedemorgen, liefie. Goedemorgen. Goedemorgen, dames en heren. Goedemorgen. De zon is lekker opgekomen, dat is wel echt lekker. We hebben allebei een beetje onrustig geslapen. Ik denk dat Hanneke vrijwel niet heeft geslapen. Dus we dachten van, nou weet je wat, we gaan lekker de spullen pakken en we gaan naar huis. Gaan we daar een ontbijtje maken. Want ja, het vuur is uit en alles. We zijn toch een beetje moe, een beetje gaar. Maar het was verder, was het fantastisch. Ja, ja, het was prima. Ja, dat hebben we wel eens. De wind is opgekomen en ja, goed. Het is prima. De zon is op. Dus we gaan lekker naar huis. Dus ik zou zeggen, bedankt allemaal voor het kijken naar deze video. Abonneer op mijn kanaal. Doe zeker een blauw duimpje omhoog voor Hanneke, dat ze sowieso meeging. En dan gaan wij lekker naar huis. Dus ik zou zeggen, tot de volgende. Doei!